Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken om de video te hoogten. Wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ik heb gisteren nog redelijk wat aan mijn website gewijd. Ik heb dat ook nog vandaag gedaan. Ik heb ook nog wat op mijn gsm nog zitten te tokkelen. Dan zijn we even op Pokémon jacht gegaan. Ik en mijn schat Bea. Maar je mag Bea haar naam niet meer zeggen. Dus ik moet gewoon altijd schat zeggen. Oei. Gaat dat nog wel goed komen? Dat weet ik niet. Hopelijk wel. Vielen. Nee hoor, ik zag gewoon voor het hotlicht. Twee auto's voor mij. Nee, dus dat hebben we nog maar vandaag gedaan, dus eigenlijk heel weinig. Ik ben nu terug onderweg naar mijn thuis toe, zelfs terug naar Bea toe, dan zelfs terug. Zot werk echt vandaag. We zijn dan dus gaan wandelen in het domein Kiwiets voor wat Pokémon's te jagen. Ik ben weer al wat. Ik heb redelijk alweer al wat XP-punten. Ik moet nog iets meer dan 600.000 XP-punten, dan ben ik weer al level up, 37. Dus dat is ook al redelijk goed. Dus dat gaat mooi zijn in gangenske. En nu probeert die ene jeep, hè, die juist zo achter mij stopte, heel dicht. Probeert nu via, zal ik zeggen dat, te slalommen. Alles in de gaten houden, hè. Hier. Hier kreeg ik altijd even een stressmoment. Bij de kruispunt van de record. Frans Billen. En Luc Ol. Al die drie roeilichten, hè. Dat geeft me altijd een kleine stressfactor. Niet kunnen hoor, zo tussen twee vrachtwagens blijven rijden. Oh nee. Dan staat mij wel pas echt kapot. Ja. En dan nog zelfs ga ik lekker eten samen met Bea. Gaan we ergens een mooie locatie zien uit dokteren. Dan ga ik een kaarsje meenemen met een hartje voor hem. En wat voor romantiek zorgen. Yeah. En dan wil ik ook nog haar verrassen dat ik misschien deze weekend wel eens even een wandelingske wil gaan maken aan de zeekant, Oostende of zo. Misschien zo'n winterwandelingske. En die zon is zo op het tanden. Ja, ik zie het aan hier. Ja, die zon staat echt zeer op het tand. Dat helpt ook niet. Het is hier echt in een file tot en met. Voilà. Was er nog voor een meisje ingeschoten? Och gaar. Ja, omwille van dat ik het niet zag te pikken, omwille van die zon. Oh, Jezus Maria Jozef. Ben ik blij dat ik toch zobiet thuis ben en kan ik even iets lekkers drinken. Misschien dat ik daar. Ik weet het niet. Misschien nog wel ook nog een dessertje, misschien nog straks. Wie weet. Ik wil echt eens mijn vriendinnen verrassen vandaag. Dat wil ik wel eens echt eens doen. Ja. En jullie mogen het meemaken. Toppie? Oké. Okay. Nou, dan zeker een blauw duimpje omhoog.
voor de volgende deel van de verrassing. Beste mensen, ik heb zo net telefoon gehad van dit. Kunnen jullie het zien? Er staat geannuleerd bij. Dus dat betekent, normaal gezien ging ik op 11 december naar Zilvermeer in Mol. Om wat beelden te schieten van de wintersfeer van Zilvermeer. Dus hier staat erbij, beste liefhebber van wintersfeer. Met pijn in het hart werd beslist om wintersfeer 2020 niet te laten doorgaan. De evolutie van het coronavirus maakt het onmogelijk om de warme sfeer die het evenement jaarlijks aan al zijn bezoekers wil bieden te garanderen. Daarnaast staat het bestrijden van de pandemie en de gezondheid van onze bezoekers. De organisatie wenst dat de lichtjes en kaarsjes van Wintersfeer dit jaar in jullie gedachten kunnen schijnen. Wij hopen jullie in 2021 opnieuw te kunnen verwelkomen. Wintersfeer zal volgend jaar meer dan ooit schitteren voor jullie allemaal. Hou het veilig, wees lief voor elkaar en heel graag tot volgend jaar. Jammer. Want daar wou ik dus wel beelden voor gaan schieten. Maar jammer genoeg kan het niet doorgaan. Omwille van de pandemie. Ik krijg redelijk veel meldingen hierop binnen. Op mijn OGSM. Dus ik schakel die altijd terug uit. Voilà, ziet, nu gaat hem terug uit. Voilà. Dus Zilvermeer gaat niet door. En waarom dat ik nu ook nog altijd in mijn auto zit, heeft maar één reden te maken. Dat is mijn blokkadegevoel van Alice. Alice staat buiten. Maar ja. Dus van Zilvermeer kan het jammer genoeg niet doorgaan. Jammer. Wat kan ik dan in de plaats doen? Laat me denken. Een livestream. Een livestream van, ik weet niet hoe lang. Een half uur. Een uur, wat, hoe lang gingen we daar aanwezig zijn? En hoe laat? Ah ja, dat was pas 's avonds, want dat is met verlichting. Ze zijn nu naar binnen aan het gaan, daar ben ik wel blij om. Dus Alice, Cindy, Miriam stonden allemaal binnen. Buiten zei die. Buiten. Maar ik had wel in orde. Dus ik weet niet meer hoe ik hierop moet reageren. Ik was hier helemaal geblokkeerd in mijn auto. Er zelfs niet uitstappen met mijn auto. Zo erg heb ik het al. Waarom? Maar ja, zelfs naar Alex Matthijske om onze lekkere macaroni met kaas en hesp te halen. En dan onze spaghetti. En dan gaan we ons lekker ook nog ergens op een locatie neerzetten om het lekker op te eten. Wat ik dan wel nog moet meenemen is een cola en bestek. Ik ga een vork, een lepel, een mes meenemen voor haar. Ik weet niet hoe ze spaghetti bolognese eet. Want zij gaat spaghetti bolognese eten. En ik ga lekker macaroni met kaas en mes eten. Hoe vaak heb ik het nu al gezegd al in mijn vlog. Dus, maar van Zilvermeer gaat niet door. Dus daar heb ik juist een telefoontje van gekregen. Jammer genoeg, omwille van de coronapandemie. Dus heb ik dat even helemaal rondgemaakt.
En dan ja, heb ik het geannuleerd ook. Moet ik het nog annuleren op mijn website. En vergeet ook niet, op 1 december, gaan de inschrijvingen open voor lidmaatschappij te worden van CycleTV. De bedragen zijn €6 voor 6 maanden, dus 1 euro per maand. En 10 euro, nee, sorry, 11 euro voor 12 maanden, voor een jaar. Dus een jaar abonnement is met 1 euro goedkoper. Denk eraan. Zo mensen, het is al redelijk laat. Het is voorbij 23 uur al. Ik ben nog een en ander nog iets aan het kijken wat ik nog kan doen. Ik wil eens een stuntpromotie doen op een van mijn producten. Maar welke producten van de CycleTV webshop? Dus ga naar www.cycletv.be, klik op het webshop logo. En kijk eens welke dingen dat je heel mooi vindt. En laat het hier in de reactie achter wat je juist ook mooi vindt. Wat dan het meeste zeggen van, oh dat is wel mooi, of oh dat is wel mooi. Dan ga ik eens kijken als ik het goedkoper kan gezet krijgen. Dat wil ik wel eens proberen. Goed mensen, oké, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een nieuwe livestream of iets is bij deze. Dankjewel en tot horens, dag!